Het grondenrechtenvraagstuk van de inheemsen en Marons moet binnen de komende 18 maanden afgerond zijn. Dit zegt minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling. De bewindsman geeft aan dat momenteel de administratieve zaken worden afgerond. Daarnaast is het voorstel van de presidentiële commissie ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Ministers. Volgens Diekan heeft de regering tijd gevraagd om dit voorstel te bestuderen. De RO-minister zegt dat er nog enkele belangrijke zaken in orde gemaakt moeten worden voordat het grondenrechtenvraagstuk kan worden afgerond. Hij benadrukt dat deze kwestie op een deskundige manier moet worden aangepakt. Het grondrechtenvraagstuk kan je niet oplossen in binnenkamers. Het is een groot maatschappelijk vraagstuk die je moet oplossen. En daarvoor heb je heel veel mensen nodig. Heel veel draagvlak moet je nodig. Maar vooral bewustzijn, begrip. En zodat iedereen het kan dragen en weten waar we aan toe zijn en waar we naartoe werken. Dus dat is de status nu. Zoals ik eerder heb aangegeven, wachten op de president, zodat dat deel van de Afro-Surinamers binnenland ook hun deel kunnen aanbieden aan de president. En dan gaan we verder. Diekan zegt verder dat door de ziekte van de president het gedeelte van de Marons even is aangehouden. Het budget van 5,5 miljoen SAD voor dit project moet nog goedgekeurd worden door de Raad van Ministers. Het kost geld, want je moet naar het binnenland, je moet herings houden, je moet die presentaties houden, noem maar op, workshops houden. En al die zaken, je hebt ook die verschillende commissies, die Markaringscommissie, je hebt die communicatiecommissie, je hebt wetgevingscommissie, je hebt ook hulp van deskundigen nodig, etc. Dus dat allemaal kost geld en dat moet ook goedgekeurd worden door de regering. Dat er een budget aangekoppeld moet worden, zodat het werk van de verschillende commissies gestadig uitgevoerd kan worden. En dat was minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling. Hij zegt dat het grondenrechtenvraagstuk van de inheemsen en Marons binnen 18 maanden moet worden afgerond.